Na ruim 12,5 jaar is de Schiedamse monumentale bomenlijst een feit. Ja, soms duurt het even. Nee, ja, wat moet je zeggen? Dat ik blij ben dat hij er inmiddels is. In 2011 is de raad toegezegd dat er een lijst zou komen met monumentale bomen in Schiedam. Maar die lijst kwam er nooit. Sinds 2014 heeft John van Sliedrecht keer op keer naar de lijst gevraagd. En bij de afgelopen begrotingsbehandeling in november heb ik er weer naar gevraagd. Toen heeft het college gezegd van nou, we verwachten hem eind april te hebben. Daar heb ik op dat moment gewoon direct een harde deadline van gemaakt. En nou, ik moet zeggen, we kregen eind december een nieuwe wethouder op deze post. Wethouder Karamanoglu. En die is hier echt gewoon direct mee aan de slag gegaan. En hij is er. Van Sliedrecht is blij dat de lijst er nu eindelijk is. Maar er is volgens hem nog wel heel veel werk aan de winkel. Nou, we hebben in Schiedam heel veel bomen. Iets van 32.000. Het zijn er nog te weinig trouwens. Maar we hebben daar binnen die 32.000 hebben we bomen die om de een of andere reden gewoon belangrijk zijn voor de stad. En dat kan zijn omdat ze oud zijn. Dat kan zijn omdat ze geplant zijn ter nagedachtenis ergens van een bepaalde gebeurtenis. Het kan zijn dat ze op een bepaalde plek staan waardoor ze belangrijk zijn. En die bomen hadden we niet in kaart. En daar zijn we dus nu mee bezig. Wat vindt u van deze boom? Dit is een hele mooie boom. Het is een plaatje, zoals ze het met die viooltjes ook gedaan hebben. Mooi, ja, groot. Dat vind ik een hartstikke mooie boom. Ik ben ook blij dat die er is. Deze staat dus op de monumentale boomlijst in Schiedam. Wat vindt u van zo'n lijst? Ja, hartstikke goed, want oude bomen vind ik moeten bewaard blijven, zeker als ze zo mooi zijn. Daar heb ik eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Omdat grote steden de neiging hebben om bomen als ze dikker dan 20 centimeter worden te kappen, omdat ze in de weg staan, vind ik wel heel wat dat deze hier nog staat. En ik vind het een schande dat dat niet overal gebeurt. Het zijn enorm mooie en langzaam groeiende dingen. En ja, daar moet je gewoon heel voorzichtig mee omgaan.